En dan ga je naar hier. En daar heb ik dan een wc-bril. Oh. En hoe geheim? Persoonlijke wc, nee, dat weet niemand. Ik ben Firoza en ik ben op zoek naar de ideale kamer. Hier woon ik nu. Een afgedankt asielzoekerscentrum. Met kipjes als huisgenoten. Met overal rommel. En internet dat afhangt van het weer. Die zoektocht is best lastig. Deze woning is wel 1850. Oh. En daarom zoek ik inspiratie bij mensen die scheid hebben aan te dure kamertjes. Ik ga vandaag op bezoek bij Marieke in Amsterdam-Noord. Ze woont met haar busje naast een gekraakte boerderij op een heel groot stuk grond samen met allemaal andere paradijsvogels. En ik ben heel benieuwd wat ik daar ga aantreffen. Hallo. Hallo. Hoi. Firoza. Marieke. Hoi. Hoi. Vertel, waar zijn we? We zijn op een gekraakte boerderij in Amsterdam-Noord. En hier wonen heel veel mensen. Ja. Ja, ik laat het gewoon zien. Ja, is goed. Ik sta daar eigenlijk een beetje buiten. Ja, ja, ja. Je hebt je gepositioneerd dat je ook nog weg kan. Ik ben 25, afgestudeerd 2 jaar geleden aan toneelschool. Ik vind deze buurt heel leuk in vergelijking met het gelikte Amsterdam. Ik zie Amsterdam een beetje als een soort Sims-achtige idee, waar alles ook gezellig is. Nou, ik weet niet, hier is het iets, mensen zijn gewoon ook chagrijnig en zo. En ik kan daar wel goed in mee. Is er ook een financiële reden dat je hier bent gaan wonen? Nou, nee. In principe zou ik gewoon kunnen huren. Mm-hmm. Maar ik kwam vanuit... Veel trouwens zit hier wel... Oh god. Vanuit financiële redenen, want het is gratis om hier te wonen. Ja. Maar ik wil sowieso niet €600 voor een kamer gaan betalen. En heb je ooit last gehad van de gemeente? Vinden zij het oké dat je hier zit? Dit is van de gemeente en dat is eigenlijk heel voordelig. Juist omdat het niet van een private eigenaar is. Dus er komt eigenlijk nooit iemand langs van politie of zo. Oh, nice. Oké. Hey, Nemo. Shh. Nemo, genoeg. Hup, huppelen. Hoppa, ga maar. Ja, ja, ja. Even waken. Hallo, Owen. Hoe kwam jij bij deze plek? Ja, ik had vandaag een plek nodig gehad. Ik was een paar keer ontruimd en was mee gedoe. En uiteindelijk had iemand eigenlijk hierop geweest. Ze hadden dit hier op stond. Ik ging even kijken en ik dacht, ja, goeie. Maar hoe lang woon jij hier al? Echt lang, al een jaar bijna. Een jaar? Ja. Heeft er ooit een gekke situatie voor gedaan hier op het terrein? Ik hoorde ineens allemaal gegil van daar komen en ik heb mijn hond in de auto gedaan en ging erop af. En onderweg kwam ik een pol tegen en toen zei hij alleen maar nothing to worry, somebody lost finger. Dus ik dacht, oh nee, iemand is zijn vinger kwijt. En toen zag ik zo allemaal mensen, het was nog zomer, iedereen was aan het zoeken zo. En op de achtergrond stond Luigi, dat is nu dus mijn vriend, die stond daar, I lost my finger. Dus helemaal in shock dat hij zijn vinger kwijt was geraakt. Hij heeft zijn vinger ook nooit meer teruggekregen. Nou, dan ben ik wel heel erg benieuwd naar jouw plekje. Kan je me je stekje laten zien? Ja. Cool. Wat voor soort busje is dit? Dit is een Mercedes 508D. Ah ja. Heb je veel aanpassingen moeten doen aan de bus? Nee, niet zoveel. Ik heb wel zo kastje erop geschroefd of zo. En ik heb wat deuken erin gereden. Oh oké, ja, dat is personalizing. Ja. Oh, je hebt een kachel. Ja. Het was een ambulance ooit, dus je ziet hier ook nog... Waar het infuus aan zat en zo. Oh mijn god. Was dit je eerste auto die je kocht om in te gaan wonen? Ik hou echt van campers. Ik heb altijd al een soort obsessie gehad voor campers. Dus mijn vader woonde ook in een camper vroeger. Oh mijn god, dus je bent er een beetje mee opgegroeid en je hebt die obsessie van je vader. Wat zijn de verschillen van het wonen in een camper en het wonen in een kamer? Ja, je moet veel moeite doen voor dingen. Bijvoorbeeld water, dat halen we ergens bij een kraantje in Amsterdam. Want we hebben hier geen water. Helemaal niet, niemand nee, op het terrein. Niemand, nee. En je hebt hier wel elektriciteit, dus dat is gewoon... Ja, ik snap niet waar dat vandaan komt, maar het is er. Oké, okay. Geen maar... vraag stellen. Je kunt ook niet heel veel elektriciteit gebruiken, want dan slaat het door. Als er dan iemand anders ook een waterkoker of zo aansluit, dan is het gelijk einde verhaal. Oh, jezus. Thea, even kijken. Dit is een pan, die is schoon hoor.
Wil je honing? Sorry. Nou, geniet ervan. Cheers, thank you. Dat heb je altijd in je koelkast zitten? Heb je een koelkast? Ik heb geen koelkast. Je hebt geen koelkast? Maar hiervoor is het zo koud dat het eigenlijk gewoon ik heb het gewoon allemaal hier. En in de zomer? Ook eigenlijk niet. Nee, ik heb dat eigenlijk heb je dat ook niet nodig, toch? Wat vind je zo leuk aan hier wonen? Ik heb niet echt het gevoel per se dat ik in een bus... Zeg maar, dat voel ik eigenlijk niet zo. Je hebt zo een soort romantisch beeld, denk ik wel, van in een busje wonen. Je hebt ook van die Instagram-pagina's met fanlife. En dan zie je zo meisjes met geschoren benen en een Apple laptop hun werk doen, terwijl ze uitzicht hebben op een zee of zo. Nou, ja. Dat beeld is bij jullie waarschijnlijk nu ook wel een beetje vervaagd. Hoe zit dat met privacy? Met hier met je vriendje en ja, de rest van de buurt? Je bedoelt of ik gewoon hier seks kan hebben zonder dat iemand te zien? Ja, daar wou ik ook heen. Ja, geen idee eigenlijk. Ik heb gordijnen. En, gaat een busje heen en weer als je seks hebt? Ja. Ik heb ook wel eens bij andere busjes dacht ik, ze hebben nu seks. Dat zie je. Waar is jullie wc? Ja, plassen doe ik buiten. In het water? Nee, gewoon in het gras. Daar ga ik gewoon een stukje lopen en dan... dus volgens mij schaadt dat niemand. Is er ook echt een normale wc? Of? Ja, die is er wel, ja. Ja. Moet je naar de wc? Ja, ik moet naar de wc. Oké. Okay. Ja. Zou je het aanraden? Nee, maar we kunnen het wel gewoon doen, toch? Oké. Okay. Ga je hier zelf ook plassen? Ja, dit is de wc. En je pakt dan eigenlijk deze emmer. Ja. En daarmee moeten we dus eerst naar de rivier. Oké. Okay. Nou, je haalt het zo door het water. Ja, oké. Okay. Dan til je dus naar de wc. En nu heb ik wel een opvrolijker. Want ik gebruik niet die wc-bril, omdat daar dus heel vaak ook echt poep op zit. Deze doen we dan eraf, zeg maar. En dan ga je naar hier. En daar heb ik dan een wc-bril. Oh. En onze hoe geheim? Persoonlijke wc, dat weet niemand. Nou, die doe ik er dan op. En zeg maar, stel dat het echt moet, dan doe ik het op deze manier. En dan, als je klaar bent, dan pak je emmer, spoel je door en dan ga je zo snel als mogelijk weg. Oké. Oké, ik ga doen. Succes. Thank you. Wat vond je ervan? Ja, dat was een ervaring. Ik ben blij dat je een extra wc-bril hebt. Ja, ik ook. Het was wel echt goor. Neem me mee naar jouw toekomst. Hoe lang wil je hier nog leven? Ik heb geen toekomstplan. Ja, behalve dan dat ik heel graag op een boerderij wil wonen en kaas wil maken. Okay, dat lijkt me heel leuk. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag films maken. Dus daarom wil ik nu ook nog wel in de stad blijven. Zou je mensen die nu een kamer in de stad hebben het aanraden om zo te gaan leven? Ik ken niemand die dit zou willen zelf eigenlijk, behalve de mensen hier. Maar de meeste mensen zijn volgens mij hartstikke prima in hun kamertje in de stad. Ja. Die moeten dat ook vooral blijven doen. Vooral blijven doen. Ja. En wat zijn de voor- en nadelen van hier wonen? Ik vind het heel leuk dat je wel een vrijheid hebt om gewoon je fiets ergens te dumpen. En je kan gewoon rommelig zijn als je dat in je aard zit. En ja, het is heel fijn dat je natuurlijk niet 600 euro per maand neertelt. En de nadelen van hier wonen? Nadelen? Dat er geen structuur is. Maar voor heel veel mensen is dat juist wat hen trekt hier. Maar als ik het echt voor het zeggen zou hebben, zou ik liever in een iets gestructureerder milieu wonen, denk ik. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ik zo zou kunnen wonen. Je moet zoveel inleveren. En ik denk zelfs, met het feit dat het hier gratis is, dat ik toch liever huur betaal voor een douche en een verwarming. Dus ja, nee, het zit er voor mij niet in. Ja, ik ben er alleen niet heel vaak hoor, dus ik weet niet wat er allemaal gebeurt hier. Oké. Okay. Er is nu ook iemand. Wacht, wie is er? Oh, ja. Dit zijn ratten die je hoort. Oh, ja, ik hoor ze.